wint ook haar derde wedstrijd op het EK. En hierachter wordt de basis gelegd voor de overwinning in Boedapest. Welkom bij dag 11 van EK Daily. Het is maandagavond, iets na 8 uur, 21 juni. Maar het voelt, Mario Bilate, als 21 november of zo, qua temperatuur. Zoiets. Ja, Mario vertelde eigenlijk vol pijn. Had al die andere afleveringen hier gezien. Iedereen met korte broek. Ik heb voor de eerste lange broek aan vandaag. Het is vreselijk koud. Een jas. Ja, welkom Simon Tjommer, welkom Brian Tevreden. Heb je ook omgekleed? Want jij had andere kleding. Ik twijfel of ik ook korte broeken verlangen, dus ik heb maar een scheurtje erin gemaakt. Oké, goed. Goed dat jullie er zijn. Ja. Simon, welkom terug. Dankjewel. Genoten net? Ja, absoluut. Ja? Ja, ik heb genoten van een eigenlijk een makkelijke overwinning. Als je maar de kansjes weghaalt van Macedonië eerst zelf, waar we nog iets te veel ruimtes hebben weggegeven. Gelukkig buitenspel, de eerste. Ja. Dus nee, ik heb wel genoten van nou, laten we heel eerlijk zijn. Een kritische begin toch, waar we dachten wat zou gebeuren. En nu drie wedstrijden gewoon in de pool. Makkelijk door, dus ja. Goeie volgorde. Ja, goede volgorde. We gaan het zo uitgebreid hebben over de wedstrijd. Eerst voor onze twee nieuwe gasten. Het hoogtepunt van het EK voor jou tot nu toe. Oef. Nou, ik denk wat Simon zegt, dat Nederland... Nee, zo makkelijk hoor je van, nee. Maar je hebt gelijk, Mario, 100%. Ah, ik moet zeggen, ik had op zich wel verwacht dat ze het goed zouden doen. Ah, 9 uit 3. Ik moet zeggen, ik had mijn twijfels. Ik zei ook in het begin, volgens mij, ik weet niet of dat tegen jou was, dat ik betwijfel of ze de halve finale halen. Ja. Maar als ik ze nu zo zie, dan zit die mogelijkheid er wel in. Dus je hoogtepunt is eigenlijk wat Simon net gezegd heeft van het EK. Exact. Oké, heel goed. Nou, dat wordt een topshow. Brian? Ik denk toch dat Schotland Engeland op 0-0 heeft gehouden. Ja? Ja. Waarom? Ja. Nou ja, als je kijkt de battle van Engeland, om het zo maar te noemen. Ik heb er zelf heel lang gezeten, dus vandaar. Dus ik denk dat het... Wat vond je zo mooi aan dan? Zeg maar de onverzettelijkheid van de Schotten? Nou ja, Engeland is vrij arrogant, om het zo maar te zeggen. Helemaal richting de Schotten. Dus... Schotland heeft het redelijk gedaan. Dus ik vind dat een mooi hoogtepunt tot nu toe. Okay. Zit jouw hoogtepunt hier nou niet tussen? Ga dan naar easytoys.nl, want daar vind je altijd een hoogtepunt. En dat voor de gasten die voor het eerst zitten. Ja, het is een sponsormomentje en die gooi je er dan gelijk in het begin doorheen. En net zoals de andere gasten hier gezeten hebben, als je een kortingscode wil hebben, dan moet je even naar Jaron lopen. Die regelt een kortingscode voor je. Wat zeg je? Naar wie? Jaron, hierachter, die heeft Easy Toys ook binnengehaald. En je bent nu echt al op zoek naar Jaron voor die kortingscode. Nee, dat was gewoon uit nieuwsgierigheid. Gewoon nieuwsgierigheid, heel goed. Laten we het over het voetbal hebben. Oranje, nou, jij zei het. Hoe keek jij voorafgaande aan dit toernooi naar Oranje? Sceptisch. Ja. Sceptisch. Eigenlijk iedereen, hè? Ja, ik denk als iedereen, maar lang verhaal kort, een beetje rommelig de voorbereiding ingaan. De afzeggingen, jongens die erbij zijn gekomen. Dus ik ben een beetje sceptisch. Systeem. Een ander systeem gespeeld. Ja. Dus on-Nederlands. Ja. Ja, wat ik wel mooi vond, vandaag zag je natuurlijk... We begonnen weer 5-3-2. Hebben dan eigenlijk aan het einde van de partij of in de tweede helft omgedraaid. En dan na een 4-3. En dan zie je toch bepaalde spelers die erin komen. Ook bepaalde combinaties, bepaalde vastigheid. Wij kunnen wel kritisch kijken naar dat we niet 4-3 spelen. Maar je zag wel dat spelers gewend zijn ook in het 4-3 te hanteren. En dat ze toch zich daar wat prettiger bij voelden. Ja. Het gekke is natuurlijk wel een heel ander systeem. Heb jij het ooit gespeeld of niet? 5-3-2? Meer 5-4-1. Ja. Maar goed, dat is dan wel met de nummer 10 die heel hoog speelt. Dus eigenlijk afhankelijk van hoe de nummer 10 invult, komt het een beetje op hetzelfde neer. Okay. Ik vind het een goed systeem, mits je het... goed weet in te vullen, de ruimtes goed weet te bespelen. Maar daar moet echt een hele goede voorbereiding aan vooraf gaan. Ja. Als jij een spits mag opstellen naast Memphis, is het dan Weghorst of Malen? Malen. Ik vind het meer een spits die geschikt is voor... als je speelt met twee spitsen. Ik vind Weghorst denk ik meer een 4-3-3 spits. Een spits die dan wat centraler speelt en het moet hebben van een afvoer vanaf de zijkanten.
Als ik dan bijvoorbeeld vandaag kijk naar de dynamiek tussen Malen en Memphis. Malen is met name de eerste helft veelvuldig de hoeken ingedoken. Komt hij met zijn gezicht naar het goal. En ik denk dat hij dan echt vooral in zijn kracht komt te voetballen. Ja. En ik denk Weghorst meer met echte aanvoer vanaf de zijkanten. Hoe keek jij daar? Hoe keek jij daarnaar vandaag, Simon? Ik kijk niet. Nou, ik zou heel eerlijk zeggen dat ik vandaag ook moet zeggen dat de combinatie goed was. Ja. Ik vond wel dat Macedonië in mijn ogen veel ruimtes weggaat, wat ik niet had verwacht. Nee. Ik dacht dat ze veel compacter zouden gaan staan. Ik denk dat je tegen een tegenstander die compact staat, beter met een aanspeelpunt kan spelen en beter met iemand die in de 16 kan spelen. Dus dat was eigenlijk in de voorgaande wedstrijden met defensief ingestelde teams noodzakelijk. Mm-hmm. Nou, daar zou ik altijd Wout eerder op stellen. Als je met wat meer ruimte kan spelen, begrijp ik de keuze voor een speler als Malen die de diepte kan bewerken en die met zijn bewegingen ook voor, zeg maar, gaten kan trekken voor andere spelers die komen. Daarom was vandaag ook gepredestineerd dat Gravenberch er nog in staat, die ook nog kon met zijn loopvermogen en zijn technische vaardigheden erin kon lopen. Maar is het dan wel dat je, als je ziet, als je Malen vanavond ziet spelen, dat je zoiets hebt van voor Wout? Nee, kijk je zo naar een wedstrijd of niet? Nee, maar ik heb dat ook niet als Wout een hele goede wedstrijd speelt. Of een slechte wedstrijd. Ik kijk puur naar wat is noodzakelijk om tegen tegenstanders te spelen. Welke tactische inzicht heb je nodig op het veld? Waardoor komen de meeste spelers in hun kracht? En wat heb je nodig om het beste uit de verf te komen? Kijk, je moet ook altijd rekening mee houden in het huidige voetbal. En dat is weer ontypisch Nederlands wat ik zeg. Maar het gaat niet altijd om momenten wanneer je de bal hebt. Nee. Het huidige voetbal wordt vooral bepaald in momenten wanneer je de bal niet hebt. En ik denk dat daar, als ik dat zo mag zeggen, is bijna geen spits beter dan Wout. Nee. Malen valt tot nu toe de keuze op dan, hè, voor die wissel. Gravenberch speelde vandaag ook ten opzichte van de Roon. Ja. Hoe vond je die wissel? Ik begreep de wissel wel. Alleen als je kijkt naar hoe hij vandaag gespeeld, was het niet de Gravenberch die ik persoonlijk ken. Ja. Een beetje ongelukkig eigenlijk. Dus ja. Ik had hem beter verwacht. Beetje gevoel alsof hij wat druk voelde. Had ja. Ik denk misschien ja, dat had ik dus ook. Gezonde ja. spanning, denk ja, ik. Maar ik vind dat... Maar dat is bijvoorbeeld ook weer iets, daar kijk jij doorheen. Mm. Maar ik denk ook de media kijkt dan hoor ik af en toe zit ik in de auto in de rust hier naartoe. En dan hoor ik media zeggen, ja, hij is toch niet de speler vandaag die we normaal spelen. Normaal moet je gewoon zeggen, weet je wat, je ziet de intenties, je ziet wat hij wil gaan brengen. Je geeft hem de eerste wedstrijd in een wedstrijd waar je niet hoeft te winnen. En laat hem even eraan ruiken en wacht maar voor de komende wedstrijden verlopen in zo'n toernooi. Want je ziet bij alles wat hij doet, die tip-top actie waar hij op de been staat in de 16 van Macedonië. Waar hij nog dacht dat hij misschien een penalty zou krijgen. Dat is een wereldactie in deze ruimte ja. die hij volbrengt. Ik denk dat je anders de wedstrijd inkomt als je vanaf seconde 1 in de eerste 11 staat, om het zo maar te zeggen. Wanneer je als wissel binnen het veld komt, is wat minder spanning. De tegenstander die je moet, meer ruimtes. Dus ik denk dat dit voor de jongen allereerste keer in de basis dus wat spanning is. We gaan het zo trouwens over Berghuis hebben. Maar ik hoor dus net het gerucht dat jij de nieuwe trainer van NAC bekend gaat maken nu. Dat staat in de chat, dus pak de camera. Ik dacht maar, als we het maar niet over NAC gaan hebben. Nee, pak de camera, wie wordt het? Ik heb geen idee, jongens. Oh, okay. Nou, mensen willen het weten. Hij zegt, ja, Mario gaat... Nee, ook geen gerucht rond. Nee, hoeft nu geen naam te maken. Maar zijn niet 2, 3 namen die jullie als team ook al... Wij als team weten op dit moment, ik denk, net zoveel als de rest. Bizar, hè? Oprecht. Goeie medetraining gehad, hè? Nee, oprecht. Serieus. Wij krijgen eigenlijk elke keer een mededeling. Ja. Ja, daar hebben we het dan over als groep. Maar verder... Maar de spelersraad wordt niet erbij betrokken, of... Ja, door wie? Nou ja, Manden zit er nog, toch? Oh ja, de algemeen directeur. Ja, dat is ook geen technisch directeur. Ton komt ook niet terug, Lokhoff. Nee. Of wel? Nou, goed. Nou, hij is opgestapt, dus... Nee, ja, dat zien we. Waarschijnlijk zit van de week weer iemand anders van NAC. Ze kunnen daar aanvragen. Quincy Promes krijgt minuten. Gakpo krijgt minuten. Berghuis krijgt minuten. Eigenlijk iedereen. Het was... Ja, ik was heel blij dat Gakpo erin kwam. Ja. Ik ben zeer gecharmeerd van hem als speler in de Eredivisie. Ik ben benieuwd waar zijn weg naartoe gaat. Ik vind dat het de spelers die, nu zeg ik iets wat PSV niet wil horen, maar misschien nu al een stap zou kunnen maken met zijn kwaliteiten, terwijl hij geblesseerd was lang. Ik denk als hij niet geblesseerd was geweest, was hij 100% weg geweest. Ook gezien na zijn eerste wedstrijd bij Jong, toen hij terugkwam, volgens mij 60 minuten gespeeld en meteen de basis op het veld. Ja. Ja, ik vind het een hele goede speler die nog, het enige wat hem nog een beetje ontbreekt om internationaal nog doorbreken te kunnen, is de diepte zonder bal. Ja. Dat zit niet echt in zijn spel. Als hij dat ook nog in zijn pakket mee kan nemen, ja, dan is maar het FC, een complete speler. Los van het voetballende gedeelte, ik vind het zo mooi. Hij staat klaar om in te vallen. Frenkie loopt van het veld. Maar de gunnings van Frenkie richting hem, dat zegt toch ook heel veel over als je als zo'n jongen bij zo'n groep zit en dat iedereen je alles gunt.
Ja, dus het is, ik heb hem natuurlijk zien ontwikkelen de afgelopen jaren. Qua persoonlijkheid is het gewoon een hartstikke nette jongen ook. Ja, een jongen die kaart wil herken, geen gekke dingen doet buiten het veld. Dus perfecte ouders heeft. Dus ik begrijp het wel. Ja, een soort ideale schoonzoon. Ja, kijk jullie aan, dat hebben jullie allebei niet. Maar Cody Gakpo dan weer wel, toch? Jij wel. Ik denk dat als je mag kiezen tussen ideale schoonzoon, dat deze bank het wint. Nou, ik ga voor Mario. Maar ik ken Mario al wat beter. Ja, ik ken Mario ook heel goed. Dat gaat alweer. Overigens, onze rechtsback, onze rechterwinger, die zou iedereen in de wereld heeft nu interesse in hem. Denzel Dumfries, alias Den Dumf, had vandaag gewoon weer kunnen scoren. Of een assist kunnen geven. Ja, had die ook wel mogen maken, hè? Ja. Vind ik. Moeten. Was iets moeilijker dan die kopbal. Ja, maar het is toch ongelooflijk? Ja, maar kijk, weet je, daarom ben ik ook kijken naar de opstelling. Aan een 5-3-2 hebben we van begin af aan gezegd dat we de spelers voor dit systeem hebben. Mm-hmm. En daar was iedereen vrij kritisch over. En natuurlijk moest Denzel er ook aan wennen. En vooral bij Wijndal zag je dat hij heel erg aan moet wennen. Ja. Misschien ook nog niet geadapteerd heeft, omdat hij niet zo gewend is. Maar uiteindelijk is dit ook een speler die dat systeem kan spelen. Ik denk namelijk ook bij Wijndal, als je internationaal kijkt, zijn er bijvoorbeeld clubs in Europa die zo spelen met een hele offensieve back, waar hij zich toch aan de kijkers speelt. Want hij heeft de kwaliteiten, binnendoor, buitenom. Nu heeft hij dit toernooi niet waar kunnen maken, dus Patrick is erin gekomen die het ook goed doet. Dus je ziet dat wij de kwaliteit hebben en daardoor ook onze spitsen, bijvoorbeeld Mario die dan in de spits zou kunnen staan, heel veel kunnen profiteren van de opkomende backs. Want de ruimtes liggen er dan die gebruikt kunnen worden. En als je met buitenspelers speelt, tegen een compact team, zijn de ruimtes wat kleiner en de ruimtes om te voetballen worden veel kleiner. En de spits is veel minder nuttig, behalve met lange ballen of hoge ballen. Ja, we hebben het de afgelopen dagen meerdere malen gehad over Den Dumf. Dus zeiden we tegen Jeroen, ga naar het Vondelpark vandaag en vraag aan de mensen in het Vondelpark wat zij vinden van Den Dumf. De man van het toernooi is op dit moment Den Dumf. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd wat de mensen in het Vondel weten over Den Dumf. Ja, tot nu toe maakt Den Dumf veel indruk op de rechterflank. Ja. Maar ja, ik vind het jammer van Berghuis. Ja? Ja. Ja, Feyenoord. Als Feyenoorder. Feyenoorder in Amsterdam, kijk eens aan. Ja. Ja, eerlijk gezegd is het niet mijn favoriete voetballer. Maar ja, hij doet het natuurlijk supergoed. Dus ja, niks te klagen, maar het is niet mijn favoriete voetballer. Ik vind het een heel goed spelen nu, ja. Ja? Wat vinden jullie eigenlijk van Den Dumf? Ja, nee, eigenlijk gewoon niet zo heel erg boeiend als ik heel eerlijk ben. Ja. Goed, belangrijk. Je mag niet meer zo met je shirt over je hoofd, dus daar moet hij wel mee uitkijken, maar... Den Dumf? Ja. Tot nu toe indruk gemaakt? Nou, valt op zich wel mee. Trouwens wel gewoon een goal. Den Dumfmeter slaat steeds verder uit. Ja. Hij wordt steeds meer waard. Hoeveel denk je dat hij inmiddels waard is? Ik denk, ik weet het niet, ik denk 30 miljoen misschien. Ik denk wel boven de 40 nu. Boven de 40? Ja. Exacte bedragen, hoeveel? 45 of zo, denk ik. 21 miljoen? 64 miljoen, ja, ik zeg het gewoon. Tering, hé. Nou, je hoort het. Dat loopt flink de spuigaat uit. 45 miljoen wordt er geroepen voor de Dumfries. Hoeveel? 45. Dat is 3 keer Mario Bilate. Wat vinden jullie ervan? 2 keer. 2 keer. 450 keer. Nee, veel. 45 miljoen. Voor hoeveel zou je... Jij kent de markt, jij kent ook de markt. Voor hoeveel moet hij weg? 20. 20? 20 miljoen, eens. Ook als hij er nog eentje maakt in de 8e finales? Ja, 20 is top. Voor PSV top en voor de clubteamkoop top. Zou nog een beetje omheen wagen, dan gaan ze bonussen erbij mis. Of eraf, het ligt een beetje aan. Ik had 27,5 gezegd. Ja, precies die halve, die is ook heel belangrijk. Ja, toch? Daar valt al staat erbij. 27,5 mag je meenemen, ja. En weet je wat, ik wil wel één ding zeggen over Denzel. En een heel mooi voorbeeld is, ik ben toevallig op een jeugdtoernooi geweest dit weekend. Ja. En dan zie je allemaal voetballers op rechtsback en op linksback, die nu al goed zijn aan de bal. En dan heb je bepaalde teams waar een speler staat die, nou ja, groter is dan de rest. En die werkt en die loopt. En die krijgt ook al in de jeugd van trainers niet en van medespelers bijna geen waardering. Waarom? Omdat hij zijn werk uitvoert. Omdat hij de hele baan rent. Het is ontypisch Nederlands. Het begint al in de jeugd. Wij kijken nu al... We hebben het over Robin Gosens. Heb je het over Wout Weghorst of niet?
Ik ben bij Denzel Dumfries. We hebben het over Robin Gosens. Nee, maar ik hoor die omschrijving. Denk dat, ja. Nee, want ik heb het over een rechtsback. Oh, sorry. We hebben het over Robin Gosens gehad. We hebben het over Denzel gehad. En wat creëren wij? Wij vinden het belangrijke spelers internationaal. Dat vinden we, als je kijkt naar de spelers die daar spelen, dat zijn goede spelers. Alleen zelf in Nederland houden we eigenlijk de ontwikkeling van die spelers compleet tegen. Wij willen allemaal dezelfde spelers creëren. Ja, zeker. En dat irriteert me. Maar welke categorie moeten we aan denken voor Dumfries? Nou ja, ik hoor natuurlijk altijd wel Marcel Brands. Ik zou het een fantastische stap vinden Everton? Als hij naar de Premier League kan, ja. En dan plek 7 tot 14, nou, 7 tot 12 zou toch fantastisch zijn van jou. Maar jij zegt Marcel Brands, is dat Everton al interesse in hem heeft getoond? Nee, ik las het alleen in de krant ook. En in mijn ogen... Italië. In mijn ogen is... Wat zei je, Italië? Ja. Ik begrijp waar je vandaan komt, maar het is puur om het op en neer gaan natuurlijk. Maar ik denk Italië dat ook wel technisch is niet hoogstaand, om het zo maar te zeggen. Wat ik trouwens van jou wil weten, Brian. Ik loop Simon altijd een beetje te pesten over Weghorst. Maar hij is wel iemand die eigenlijk nooit zicht heeft gehad op het Nederlands elftal. Denzel Dumfries. Eigenlijk zei hij over Aruba. Hè? Ik pas voor het nationale team van Aruba. Want ik heeft wel gespeeld volgens mij. Ja, een oefenwedstrijd. Ja, klopt. Ja. Maar ik pas ervoor, want ik droom van Oranje. En toen zat hij in de A1 van Barendrecht. Ja, uitgelachen. Ja, hij werd uitgelachen. Het gek is natuurlijk, jij hebt met de absolute top gewerkt in de jeugd bij Ajax. Ja. En als je nu ziet wat zij uit hun carrière hebben gehaald, is dat dan ook wel misschien een voordeel dat je niet altijd in de top speelt, bijvoorbeeld bij Ajax, waar je altijd in de watten wordt gelegd, altijd de beste bent en altijd gewoon kan teren op je talent? Ja, kijk, ik denk als je naar Denzel kijkt, dat het eigenlijk ook een boodschap naar andere jongens moet zijn, hè? Dat de basis hard werken is. Keihard werken. Ja. En wat Simon net ook terecht zegt, wat je in de jeugd ook ziet, het is on-Nederlands. Ja, ja. En wij willen hier altijd technisch voetbal willen spelen. Dat moet je kunnen als verdediger. Maar ik denk dat de basis ligt bij verdedigen op bal afpakken. Dat daarom ben ik ook verdediger. Ja. En hard willen werken. En ik denk dat het een mooie boodschap is. Ik heb ingrijpend ook. Er was een jonge speler van Slowakije, die heet Skriňa. Die ging uit Slowakije naar Italië toe, naar Sampdoria. En hij speelde het eerste jaar niet. Maar het gaat nog verder. Hij heeft in de training geen bal gezien. Het enige wat ze met hem gedaan hebben is... Oké, nu 10 meter naar links. 10 meter terug. 5 meter naar rechts. Ze hebben constant een jaar lang met hem... De eerste 3 maanden tactisch getraind. Zonder bal. Hij werd helemaal gek. En ze hebben letterlijk tegen hem gezegd... Je komt uit Slowakije, je weet helemaal niet wat verdedigen is. Je komt nu naar Italië, nu leren we je verdedigen. En daarna mag je weer voetballen. Het is toch eigenlijk ook het vereist... Nu dan dit toernooi niet meer met Hans Hatenboer het eerste jaar bij Atalanta... Hij verstond de trainer dus niet, want die schreeuwde in het Italiaans tegen hem. En hij had geen idee. Maar geen minuut gespeeld eigenlijk het eerste jaar. Alleen maar bezig geweest hoe hij zich moest positioneren. Ja, als we kijken naar de jongens die jij hebt gehad, hè, wat dat zijn. Even kijken, bij deze selectie. Malen, De Ligt, ja. Timber. Help me eens even. Had je dan, want dat is op 14, 15, 16-jarige leeftijd zoiets, denk ik. 13, 14? Ja. Zie je dan op zo'n moment al, dit is Nederlands elftal potentieel? Ja, ik vind het moeilijk. En vooral op lange termijn. Jij wel. Brian zag het. Ja, Brian zei het ook tegen de jongens, hè? Ja. Nee, dat niemand in Nederland zag het. Brian tevreden zag het. Ja. Precies. Nee, ik vind het gekkigheid als je dan al zegt van, dat die jongens later in Nederlands elftal zouden spelen. Ja. Wel op die leeftijd natuurlijk. Maar Matthijs was wel heel ver, hoor. Ja? Ik zat net in Mario, weet je, met Timber, met zijn broertje Quinten. Ja, zeker. Die was veel verder. Maar zijn broertje speelt nu in Nederland zelf en zijn broertje niet. Die gaat nu naar FC Utrecht. Dus ja, wat, zeg het maar. Het is een stukje ontwikkeling. Maar je zegt Matthijs Ligt stak er al bovenuit. Hoe dan? Absoluut. Absoluut. Op welke manier? Qua leiderschap. Die was tactisch al zo ver. Fysiek al zo ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. Maar daar kon je wel zien dat hij heel snel stappen zou maken. Ja, je ziet het nu ook, hè. De Ligt voor mij een van de jongste aanvoerders uit de geschiedenis van Ajax. Als je nu ziet bijvoorbeeld over de leider van het Nederlands elftal, Wijnaldum. Ik had nooit het gevoel, vroeger bij Feyenoord, PSV, Newcastle, dat het een echte leider was. PSV wel. Ja? Ja, ja joh. Feyenoord nog niet? Nee. Feyenoord wacht een speelse nummer 10. Ik heb het gevoel dat Wijnaldum meer een leider is in de zin van lead by example. Mm-hmm. Ik denk niet dat hij per se een leider is zoals wij dat voor ogen zien. Maar ik denk dat in de kleedkamer en op het veld hij altijd het voortouw neemt. En meer in dat opzicht een leider is. Dan iemand die dat per se uitstraalt en heel veel chaos naar de buitenwereld toe. Ja. Dus ik denk dat Wijnaldum wel een leider is, maar meer in dat opzicht. Ja. Ik vind het ook wel mooi. Hij is in die zin, hij praat niet veel, maar ook buiten het veld, als hij iets vindt, durft hij wel zijn mening te ventileren.
Ja, als je ook kijkt naar het gedoe, hè, wat er op een gegeven moment met de voetbalinsight was dat volgens mij? Ja, zeker. Ja, dat was met je de ook boycott, eentje, zeker. Ja, precies, met de boycott stond je ook vooraan. Maar ook met andere dingen wat ik intern weet, daar staat hij ook gewoon vooraan. Dus ik vind dat wel een typisch leidertype, ja, absoluut. Hij mooie is wel, hij is geen schreeuwerd. Nee. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. Hij brengt het altijd op een overtuigende manier. Hij weet welke hoogte hij zijn stemfrequentie hij moet gebruiken. Ik vind het een. Maar nogmaals, bij PSV begon al de leider zich te tonen op het veld. Ja, had hij trouwens heel veel kritiek, hè, bij PSV. Ik weet nog dat hij af en toe bij PSV op het veld stond, dat de supporters hem niet de waardering gaven die hij eigenlijk had verdiend. Ja. En pas later, nu als je kijkt hoe hij gegooid zat bij PSV, veel mensen denken, hij was nog wel goed. Ja. Ik zat nog te denken, hè, gisteren hebben we het uitgebreid gehad over Neuer, hè, over het statement, in ieder geval wat de aanvoerder van Duitsland had gedaan. Ik zat stiekem een beetje te loeren vandaag, maar niks gezien, hè, in Nederland. Ook niet de minister-president of zo, met een regenboog iets op zijn kleding. Hij had wel wat gezegd, hè, volgens mij vandaag. Had hij over Hongarije. Heeft hij iets geroepen? Rutte, hij heeft wat gezegd. Ik was onderweg hier naartoe. En toen dat hij het niet netjes vindt wat daar gebeurt. Ja, ik weet niet. Nee, hij wil wel sancties. Heeft hij duidelijk aangegeven. Ja, klopt. Ja. Okay. Ja. Nou, we gaan het zondag meemaken. We hoeven niet altijd voorop te lopen, toch? Met statements. Ik denk, we hoeven niet altijd voorop te lopen, toch? Maar waarom niet? Nou, waarom wel? Nou, omdat je het niet mee eens bent, toch? Sorry? Omdat je het ergens niet mee eens bent. Ja, maar goed. Ik vind ook wel eens een keer dat iemand anders voorop mag lopen. Ja, maar de Duitsers zijn nu voorop. Prima. En zeker, denk ik, over inclusiviteit en homoseksualiteit, waar wij altijd voorop hebben gelopen in de wereld. We staan altijd voorop. Ja. Dus laat iemand anders nu een keertje doen. We gaan het zondag meemaken. Zondag spelen in Hongarije. Ik ben benieuwd hoe het de komende dagen gaat. Dit is uiteindelijk de eindstand in groep C. Vooraf niemand gedacht, denk ik. 9 punten, toch? In ieder geval. Nee, absoluut niet. Nee. Ik had wel verwacht, nou ja, laten we zo zeggen, de eerste twee die doorgaan had ik verwacht. Ja. Maar misschien zelfs niet in deze volgorde, maar dit hadden we natuurlijk wel verwacht. Ja. Het is wel het slechts denkbare scenario's nu, gaat nu uitkomen. Hè? Want groep F, die kans is heel groot aanwezig dat we nummer 3 van de pool des doods gaan treffen. Ja, dan hoop ik toch eerder dat we Portugal gaan treffen dan Duitsland. Ja? Ja. Okay. Dus als Portugal moet niet winnen. Dat is het belangrijkste, toch? We gaan vanuit dat Duitsland van Hongarije wint. Dat zijn Frankrijk en Duitsland nummer 1. Ja, het is niet omdat ik Duitser ben, maar ik heb het gevoel bij Duitsland dat ze stabieler zijn dan Portugal. Kijk, als Portugal een goede dag heeft, dan is ook Portugal onwijs moeilijk te verslaan. Maar ik vind ze wel wat fragieler dan het Duitse team. Ja, jij als kenner van het Portugese voetbal, wat vind je ervan? Hou op, hoor. Nee, maar wie heb je het liefst? Ik denk ook Portugal. Ja? Ja. Brian ook? Ik sluit bij. Nou, dan hopen we allemaal straks op Portugal. Het zou ook kunnen zijn dat de nummer 3 niet bij de beste 4 nummers 3 zit. En dan krijgen we iemand anders. Maar die kans lijkt me heel klein. Niet in die pool, toch? Moeten we trouwens nog wel even stilstaan, hè, bij de koning van Noord-Macedonië. Die vandaag afscheid heeft genomen. Goran Pandev. Ik zei net voor de tijd, het was helemaal niet verkeerd van... Ze zijn wel heel enthousiast je nu jou zien, Simon. Ze zagen het op de tv. Wat ik wel goed vond van Nederland, was dat zij het shirtje vooraf kregen. Ja. Gaven. Want ik heb, nummer 1 vind ik het echt respectvol. Ja, zeker. Maar aan de andere kant is het ook een beetje temperen van de emotie van Pandev tegenover het Nederland. Je bent toch ook gecharmeerd als spelers zijn. Ja. Je bent toch, hey, wat leuk, ze denken eraan. Dus dat is wel slim gedaan. Een beetje het vuren aan het lopen geweest. Absoluut. Ja, absoluut. Maar ik denk dat over 20 jaar dat we geen andere speler kunnen noemen, hè, toch, van Noord-Macedonië, behalve Pandev. Nee, ik denk het ook niet. Een geweldige speler ook. Ik weet nog, in Italië geschitterd natuurlijk. Ja, zijn hele carrière. Ja. Topspeler. Nou, mooi afscheid van het toernooi. Misschien als het nog lukt proberen we straks te skypen met Vlado Veljanovski van de NOS. Voor hem ook een mooie dag, hè? Woont nu al heel lang in Nederland. Had nooit verdacht zijn Noord-Macedonië hier in Nederland tijdens een EK te zien. Maar mooie afsluiting. We hebben heel vaak gasten die hier op de bank komen zitten en dan een bal de boot in proberen te schieten. We hebben ook wel eens jongens die hier langskomen die niet in de show willen zitten, maar wel de bal in de boot gaan schieten. Je weet al over wie ik het heb, toch? Ja. Volgens mij is je vandaag begonnen met trainen, toch? Hij is vandaag begonnen met trainen. Hij moet de nieuwe redder worden van Feyenoord. Guus Til bij De Boot In. Guus, De Boot In. Hoe staan we er met daarvoor? Ja, prima. Het testschot was prima. Dus moet wel lukken, denk ik. Okay. Nou ja, de spelregels zijn eigenlijk vrij simpel. 10 meter, 10 punten, 20 meter, 20 punten, 30 meter, 30 punten. Waar gaan we voor? 30 meter. Is dit gelijk die lat hoog leggen? Ja, tuurlijk. Meteen... veel eisen van jezelf.
Ja! Ja, ja, ja! Schitterend, schitterend. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, is toch mooi, met die paddel? Bedankt, hè! Hey. Hoeveel punten ga je voor? Ja, ik ga gewoon 3x30 pakken, toch? Ja! Oh! Dat is niet veel, hoor! Hey! Wat een koor! Je staat op 60 punten, dus als je deze raakt, dan heb je een maximale score en sta je bovenaan. Oké, okay, dan gaan we voor, toch? Ja! Hey, hey, dit telt nu! Dit telt! Hoe kan die deze nou niet pakken? Hoe is het leven nou, hè, Fruikie? Oh, het beter. Maar ik heb er alles aan gedaan. Hoe kan ik hem nou niet raken en dat hij uit de boot valt? Kijk, weet je, hij wilde om een of andere reden met zijn hak alsnog proberen te raken. Zeg maar, het is een geluksdag, want Frank is uit de boot. Dat is wat waard. Ja, hoeveel punten is dat? Oeh, ik had deze nog niet meegenomen. Frank uit de boot, ik had er over het algemeen wel geld voor over. Ja. Mag in principe ook punten. Ik neem nog geld wel aan, die punten mag je houden. Laten we zeggen, 15 punten voor Frank uit de boot, keer 2, 30 punten, 90 punten. Ja, 90 punten. Daar ben ik niet vreemd mee. Over volgend jaar terugkomen, sterker dan ooit. En dan gewoon iets meer naar rechts. Geen probleem, dan doen we dat. Ja, het is opmerkelijk. Er zitten hier twee mensen op de bank die niet hebben geschoten. En die hebben evenveel punten als Simon Tjonger. Die had 0 punten, staat ook niet in het klassement. Doet je nog steeds pijn, hè, Simon? Nee. Nou, dat is niet waar. Nee, het enige wat me pijn doet is... Nee, dat is niet waar, want ik was gisteren in Laren. En ik hoorde dus gewoon dat je daar tijdens het winkelen ook hebt gezegd... dat het een schande is dat je 0 punten hebt. Ja, maar dat je, als je winkelt in Laren, kan je het niet over mij. Want ik winkel niet in Laren. Nee. Oké, heel goed. Daar heb je mij. Maar goed, wat wil je erover zeggen? Nee, ik was alleen niet echt gecharmeerd over jullie puntentelling. Dat je dat wel met een paddel uit de boot geslagen mocht worden. En opeens mocht je wel met een stuiterbal in de boot. Weet je, het is gewoon... Vanaf begin af aan moet je, Frank... Ik weet dus ook niet wie die puntentelling regels opstellen. Ik weet oprecht niet wie die puntentelling doet. En niet dan achteraf alles aanpassen... zodat ik dan als verliezer eruit ga. Want anders had ik 90 gehad. Ja. Wel opmerkelijk. De enige niet-profvoetballer die ertussen staat... staat bovenaan, hè? Dit is wel echt bizar. Joop Buit. Ja. Hij ziet er wel professioneel uit. Ja, hij ziet er wel, ja. Beetje 100 punten meer dan Simon Tjonger, maar voor de rest zeg ik niks. Laten we doorgaan naar die andere. Ja, al geschoten, wacht even. Jazeker, in 2016. Maar 110 punten. Schiet je nog bij. Ik schiet de laatste dag. De laatste dag? Ja. Ik kan niet wachten. Ja, ik heb 110 punten. Frank, Jaron, ja. Ik kan niet wachten. Ja, goed. Ik kan je wel vertellen hoe het ging in 2016. Toen moest Broes mijn bal vangen en die liet die lopen. En daardoor won ik dus niet. Dus ik denk maar dat doet nog wel zeer, merk ik. Ja, dat doet zeer zeker zeer. Maar goed, er werd gevoetbald, ook in dezelfde pool. Oekraïne tegen Oostenrijk. Fantastische wedstrijd, Brian, toch? Jij hebt hem voor ons geanalyseerd. Wat viel je het meest op? Hij doet het niet. Ja, ik heb niet eens gekeken. Nee, we gewoon oranje gekeken. Oostenrijk won. Ik ben wel blij dat Oostenrijk in ieder geval doorgaat. Het zou wel heel vet zijn geweest als jij nu echt de hele ja, dat hij nu met de hele analyse komt. Hele analyse. Nee, wat is het geworden eigenlijk? 1-0. 1-0 voor Oostenrijk. Dus Oostenrijk als nummer 2 door. Ja. Ik heb na afloop, die ontlading was wel mooi te zien, hè, bij de ploeg. Dat zag ik. Ja, maar goed, voor Oostenrijk is het doorkomen in een pool wel heel belangrijk en bijzonder. Hè. Het is niet zo dat Oostenrijk vaak meer is, vroeger wel. Maar nu, ik vind wel nog steeds trouwens dat ze echt een heel interessante ploeg hebben. Behalve aanvallend te weinig creativiteit en doorslagkracht. Zometeen is het de beurt aan onze zuidenburen, België. Jij hebt er hoe lang gewerkt? 1,5 jaar? 2 jaar? 2 jaar. 2 jaar? Ja. Dit is eigenlijk de laatste kans, hè, voor de gouden generatie van de Belgen. Dat is wat ze zeggen. Ja. Dat is wat ze zeggen. Al moet ik wel zeggen, ik weet niet of jij de jeugd van België een beetje in de kaart hebt. Een aardige... Komt er weer wat aan? Ja? Echt wel, hoor. Maar net zo goed als deze generatie? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat er echt wel potentiële goede spelers bij zitten. Ja. Wat er tot nu toe opviel, is dat de eerste wedstrijd heel magertjes was van de Belgen. Had je dat... tegen Rusland? Ja. In ieder geval Rusland viel er tegen, maar ook tegen Denemarken de eerste helft niet best, totdat Kevin De Bruyne erin kwam. Ja, die maakte wel even het verschil. Ja. Dat ze zo afhankelijk zijn eigenlijk nog van Kevin De Bruyne. Nou ja, weet je, het is altijd afhankelijkheid. Het ligt ook altijd aan welke poppetjes bij elkaar spelen. Kijk, Kevin is dan juist precies die speler die dan de andere spelers beter in stelling brengt, of die de ruimtes juist vult die anderen laten. Daarom zeg ik altijd, het is helemaal niet zo onbelangrijk om een samenstelling van een ploeg te creëren. En dan kunnen zelfs soms betere spelers niet beter in een team passen. Maar goed, bij Kevin is het nu wel het geval. Die past absoluut beter in het team. Maar goed, dat is natuurlijk ook wat hij wel de vorige keer zei. Die hoort bij de beste spelers van de wereld. Ja. Overigens, ze spelen nu. Dit is het EK anno 2021. Finland, België in
Sint-Petersburg. Finland, België en Sint-Petersburg. Ja. Leuk toch? Ja, bijzonder. Ja, en als mensen nu zitten kijken, Sint-Petersburg en België, dat is geen goed huwelijk, dat klopt. België verloor daar in 2018 de halve finale van Frankrijk. Maar wat vinden jullie er nou van dat je Finland, België hebt in Sint-Petersburg? Is dat lang leven Europa, alle grenzen open? Ja. Eerlijk zeggen. Ik heb daar geen mening over. Nee, maar niet? Nee. Oh. Nee, voor mij is een EK echt in één land. Ja, natuurlijk. Daarom zeg ik, ik heb er geen mening over. Jij? Ik vind het apart. Ja, ik hou niet van deze structuur dat we in meerdere landen spelen. Ik ben het ook zo gewend, zoals jij zegt. Ja, toch? Eén land. Volgens mij was het EK 2000 was Nederland en België, volgens mij. 2000, zeker, ja. Nee, je hebt 2008 gehad. Zwitserland en Oostenrijk heb je natuurlijk gehad. Ja, het lijkt mij ook fijner als speler zijnde als je een EK hebt in twee landen en je automatisch minder hoeft te reizen. Ja. En natuurlijk, wat voor Nederland dramatisch uitpakte 2012, hè? Polen en Oekraïne. Toen zat Nederland, had het basiskamp voor mij in Polen. En toen vlogen ze elke wedstrijd naar Oekraïne. Nul punten voor mij in de pool. Maar eigenlijk Finland... Ja, kijk, het interessante in deze pool is dat het voor mij... Ik weet niet wie het gisteren uitlegde. Maar dat het nog echt rekenwerk kan worden. En dat uiteindelijk op basis van fair play wordt bepaald wie als nummer 3 doorgaat. Ja, ik hoop gewoon dat Denemarken doorgaat. Ja, maar Denemarken moet dus winnen. En... Jij hoopt niet dat Denemarken doorgaat? Nee. Waarom niet? Ik hoop dat Rusland doorgaat natuurlijk. Ja. Waarom? Ik ben in Rusland geboren, ik ben half Russisch. Ja, maar laat ze lekker tweede zijn dan. En dan heel veel ja, het is ook niet gek als je Mario Bilater dan mensen denken. Oh, half Russisch. Jij hebt het net over dat Finland en België in Sint-Petersburg gespeeld. Ja. En ik hoop voor het eerst dat jij niet Russisch bent. Ja, ja. Hier leer je dingen. Wauw. Ja, zeker. Dus ik hoop dat Rusland vandaag wint. Oké. Okay. Of ja, gelijk speelt. En... Het maakt me echt niet uit. Nee, ik hoop echt dat Denemarken met alles wat gebeurd is, dat die gewoon doorgaan. Ja, oké. Okay, Nee, maar kijk, gisteren hadden we Kei Sierhuis die het volkslied van Italië aan het meezingen was. Ja. Maar ik neem aan dat jij zo meteen het Russische volkslied uit volle borst meezingt, toch? Nee. Nee? Waarom niet? Ik ken volgens mij de eerste regel, ken ik half. Nou, dat is wel heel wat. En daarna misschien nog een paar woorden, maar... Ik wil mijn moeder niet te schande brengen, man. Ik denk dat als mijn moeder terugziet dat ik het Russisch volkslied niet uit volle borst meezing, volledig. Nou, oké, dan hoef je niet te zingen. Wat is de eerste zin? Sayus. Oh, fuck. Wat is... Mama van... Er wordt al geklapt voor één woord. Nee, wacht even, Sayus. Goed publiek vanavond, zeg. Nou, denk nog even na. We gaan zo weer een close-up doen. Nee, maar als ik hem hoor, dan kan ik misschien nog een paar woorden meezingen voor je. Maar heel schaars. Het werd dus één zin, halve zin nu één woord. Kan je überhaupt Russisch of niet? Ja, ja. Ja? Ik spreek het dan. Ja, maar je spreekt het vloeiend? Ja. Oké, dat vind ik wel heel knap. Ja, we kunnen hem nu niet gaan testen. Ja, Brian. Alles ja. Jij wist het ook niet, hè? Nee, ik wist het echt niet. Nee. Heb je dan ook wel, en hoe gek dat ook klinkt, want je woont hier al heel lang. Heb je dan nu ook nog een bepaald gevoel bij Rusland? Ja, tuurlijk. Ik ben daar geboren. Ik heb daar uiteindelijk nog een redelijk groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Ja. Bijna elke vakantie was ik daar. Eigenlijk pas vanaf mijn 14e, sinds het overlijden van mijn oma, dat ik er niet meer... ik ben sinds mijn 14e niet meer terug geweest. Ja. Dus, welk gedeelte dan in Rusland? Moskou. En een stad ongeveer op 3 uur van Moskou. Die wij allemaal niet kennen. Nee, Kastrama heet het. Oh ja, ja, heel goed. Maar dat is zo'n avond als je dan nu zit te kijken. Wat is het gevoel dan, wat je erbij hebt? Ja, wat ik zeg, weet je, ik heb er wel een gevoel bij. En wat ik zeg, ik hoop natuurlijk dat ze winnen. Wat ik net tegen je zei. Ze hebben volgens mij maar 4 of 3 spelers die in het buitenland voetballen. Ja. De rest voetbalt allemaal in de Russische competitie. Dus ik hoop dat ze zo ver mogelijk komen, waardoor ze eigenlijk ook indirect de Russische competitie misschien een beetje op de kaart zetten. Ja. Dat is wel interessant, want Rusland-Denemarken wordt dan weer in Kopenhagen gespeeld, maar zonder uitpubliek. Er mag dus geen uitpubliek mee. Ja, dat kan wel een dingetje worden. Alhoewel ik wel snap dat ze geen uitpubliek willen hebben. Nee, dat snap ik wel, maar het is dus... ik weet niet. Ik ben het ook een beetje kwijt van waar wel of niet gespeeld wil worden. Want het gekke is dus dat er wel... Wie bepaalt dit? Is dat geloot? Wordt dat geloot? Ja, en het was voor mij op een gegeven moment een gedoe. Want je had voor mij nog Bilbao en Dublin. En die hebben hun wedstrijden teruggegeven vanwege de coronamaatregelen. Ja, dat klopt, ja. Dus sommige, ja, nu krijg je dus ook hele gekke situaties. Wat ik dan niet begrijp is dat bijvoorbeeld België en Finland wel supporters mee hebben mogen nemen naar Kopenhagen. En Rusland mag dat dus niet. We begrijpen heel veel niet, heb ik het gevoel. Nee, het is wel echt zo'n uitzending waarvan je denkt... Nee, heel goed. Maar goed, daarvoor hebben we natuurlijk de fantastische instanties. De FIFA, de UEFA, dus toch? Ja, zeker. Dat vind je niet? Ja. Hoe groot schat je de kans in dat Rusland een resultaat gaat boeken tegen Denemarken?
Ja, wel groot. Ik denk dat Rusland ook daarin weer een stabiele ploeg is die niet snel tegen een nederlaag aanloopt. Ook daar maak ik me wel om de scorevermogen wat zorgen, moet ik eerlijk zeggen. Ook tegen Denemarken wordt het niet zo makkelijk, maar kijk, Denemarken moet winnen. Dus Denemarken moet wat ruimtes weggeven. Ja. En het enige wat ik echt mis bij een ploeg als Rusland was vroeger zoals Ashafin. Een speler die gewoon absoluut verschil kan maken. En dat hadden ze eigenlijk altijd en dat hebben ze nu niet. Dat vind ik jammer en ik hoop dat dat weer langzaam zich gaat ontwikkelen in Rusland, in de Russische competitie. Want dat was echt een wereldspeler. Ja. Ja, het gekke is natuurlijk, als Rusland nu, of als Denemarken wint en België wint dan van Finland, dan wordt Denemarken gewoon nog tweede. Dat is gewoon, hè, dat je op de laatste speeldag nog alles recht kan trekken. Ja, maar mag voor mij ook gewoon als beste derde door. Vind ik ook niet erg. Nee. Ja, voor mij is dat best wel lastig. Maar goed, dat is met 3 punten. Moeilijk. Beetje afhankelijk van het aantal doelpunten die ze vanavond weten. Het is wel veel rekenen en veel schuiven, veel dit EK. Het is ook gewoon, van de 24 ploegen vallen er uiteindelijk 6 pas af voor mij in de eerste ronde. Als ik dat goed zeg, toch? Ja. Dus ja, het gaat pas na de achtste finales echt. Je moet wel heel slecht doen. Daarom zit je hier ook 30 dagen, toch? Ja, dankjewel. We zijn pas op de helft. We zijn nog ineens op de helft. We zijn nog ineens op kwart. Nee, ja, inderdaad. Wat ik nog wel over wil hebben. Ik zag het nieuws vandaag voorbij komen. Oranje speelt natuurlijk zondag in Boedapest. Ik zag dat Mbappé zich nu even uitgelaten over racistische spreekoren. Racistische bejeging die naar zijn hoofd heeft gekregen. Afgelopen, wat was het, weekend? Toen Frankrijk tegen Hongarije speelde. Ja, dat is niet iets nieuws. Zeker niet, hè? In Hongarije, waar je veel racisme hebt. Hoe moet je dat nou aanvliegen als UEFA zijnde? Diepe zicht. Ja. We hebben zo vaak deze discussies gehad. Campagnes worden gevoerd, et cetera, et cetera. Ik denk dat de FIFA en UEFA gewoon keihard moeten ingrijpen. Ja. En, maar hoe doe je dat dan? Er meteen uitflikkeren. Ja, Hongarije. Dus misschien heel of Boedapest als speelstad weghalen. Nou ja, misschien zal het nationale team gewoon terugtrekken, eruit halen. Het is misschien wel heel extreem. Ja. Maar ik denk als je zoiets doet, dat je dat misschien weer meer helemaal terug zal zien. Ja, straf je dan niet de spelers voor de supporters? Ja, maar uiteindelijk is het land, hè? Ja. En natuurlijk worden de spelers zijn de dupe ervan. Ja. Maar uiteindelijk is het ook weer een pittige boodschap naar het land zelf. Ja, jij knikt, jij bent er mee eens? Nou, wat jij zegt, de spelers zijn dan de dupe van de supporters. Of in ieder geval van de Hongaarse fans in dit geval. Kijk, het is en blijft lastig. Alleen, ik begin nu wel een beetje van mening te worden na al die jaren van wat jij zegt. Campagne voeren, et cetera. En als je dan uiteindelijk kijkt wat ze daadwerkelijk er tegenover zetten. Ja. Begin ik een beetje het gevoel te krijgen dat al die campagnes, dat alle spelers die ze ervoor inzetten, en elk jaar moeten wij ook allemaal weer foto's maken met toon racisme, de rode kaart. Ik heb het gevoel dat dat allemaal is om aan de buitenwereld te laten zien, jongens, kijk ons, wij zijn geen racisten, wij zijn tegen racisme. Ja. Alleen op het moment dat er daadwerkelijk opgetreden moet worden, dan is het vaak een kleine slap on the wrist. Ja. Een echte, nou ja, duidelijke straffen, harde straffen, die blijven vaak uit. Dus in hoeverre het gaat veranderen de komende jaren. Je wordt er een beetje cynisch van, hè? Ja. Nee, maar wij hebben het er vaak over gehad. Voor mij hebben wij het er ook wel eens over gehad. Dat, het wordt niet opgetreden. Dus ja. Nee. En dan we mogen volgend jaar vast wel weer ergens een rode kaart ophouden of een shirtje dragen met een leuk loos statement. Ja. Dus we gaan het zien. Ja. En dat is dus niet alleen in Europa, maar bedoel je ook in Nederland? Ja, Nederland, Europa, de FIFA, UEFA, KNVB, noem het maar op. Allemaal zijn ze er heel erg op tegen. Alleen wanneer het tijd is om op te treden, dan dan gebeurt er niks. Nee, niet genoeg in ieder geval. Nee, maar gewoon dus keihard straffen, Hongarije dan uittrekken. Ik sta achter mijn mening, dus ik denk uiteindelijk. Weet je, je straft ze natuurlijk wel. Ja, het gekke is natuurlijk als ze dan. Misschien luisteren ze dan wel. Ja. Want ik bedoel, ik was laatst bij Nederland 1, op 1 was dat. Ja. En toen lieten ze een campagne zien van bijna 30 jaar geleden met Frank Rijkaard. Ja. We zijn 30 jaar verder, hebben we het nog steeds over. Ja, zeker. Dus ik word een beetje moedeloos van, om het zo maar te zeggen. Ja. En het verveelt. Het is in alle landen, in Nederland, België, Duitsland, hebben jullie de documentaires en alles. Maar goed. Ja. Er wordt niks doorbroken. Nee, helemaal niet. Dat is het probleem. Maar hoe doorbreek je het dan, Simon? Nou ja, wat hier iedereen zegt, met straffen die je echt voelt. En ook vooral de mensen straffen die, zeg maar, daar ten eerste die niet ingrijpen. Die moeten ook gestraft worden. De mensen die het toelaten, die ernaast zijn. En de mensen die het uitvoeren. En dat is heel belangrijk, dat je een algemene straf geeft. En niet alleen maar zeg, ja, oké, dit is op dit moment daar gebeurd. Nee, gewoon, het wordt toegelaten.
complete straf voor iedereen die er omheen hangt. Als je dat niet kan tegenwerken en tegen kan houden... Ja. Dan ben je ook niet geschikt om wel aan mee te doen. Nee. Het blijft een lastig dilemma. Ik zag het maar wat ik wel vind, Brian, en daar heb je wel gelijk... En dat was ook laatst, zat ik op tv en dan zie je weer iets wat... Nu zeg je 10 jaar geleden of nog langer geleden. 30 jaar geleden. Het is weer iedere keer... Het stopt niet. Het is niet iets... Natuurlijk worden we steeds bewuster. En laten we zeggen, het wordt steeds bewuster gemaakt ook. Maar daar is nog niet het punt waar je zegt... Oké, hier, klaar, punt. Ja. Nee, zeker. Ik vind het nu heel gek. Het gaat over racisme en inclusiviteit. Weet je, dat wij zondag daar een wedstrijd spelen. En het over 2021... Dat als mannen van mannen houden, dat je dat niet mag tonen op straat. Ja, dat is ook zoiets, hè? Ik bedoel, vrijheid. Weet je, ik bedoel, als iemand van een man houdt, who cares? Ja. Nee, maar ik bedoel, het is zelfs strafbaar op dit moment in Hongarije. Ja, nee, maar dat zeg je net, we hebben het net over gehad. Rutte heeft er gelukkig wat over gezegd. Maar ik bedoel, als iemand van een andere man houdt, so what? Ja. 2021, goed. Ja. Wat ook een positief ding is in 2021, is dat je als oud voetballer tegenwoordig ook quizzen kan presenteren. En dat is Simon Tjommer. Simon? Ja, zeker. Simon is van weet jij de antwoord al terwijl ik de vraag niet heb gesteld? Dat is ook niet, jongen. Nee, eerste profvoetballer die denk tegenwoordig een voetbalquiz presenteert, hoor. Is dat zo? Nou ja, weet jij iemand anders? Nee, maar ik ken ook niet alle voetballers in alle landen. Maar ik bedoel... Je houdt alles bij in alle landen. Nou, wel veel. Ik heb in ieder geval in België, in het Duitsland en in Engeland nog niet... een oud prof een quiz zien presenteren. Maar is Skoula al in heel Europa vertegenwoordigd? Nee, nou... Nee, dat kunnen we nog niet bekendmaken, maar mocht het een succes zijn dit... dan willen ze misschien ook in Duitsland gaan uitrollen met jou als uitgangspunt. Ja, goeie. Ja? Mooi. Als ik kan helpen, laat het weten. Skoula in Duitsland, moeten we wel even proberen hoe we dat met de taal voor elkaar krijgen. Daar heb ik wat problemen mee. Daarvoor hebben ze mij dan? Ja. Ja, ze kunnen ook wel Mario in Duitsland neerzetten. Ik praat inmiddels slechter Duits dan Nederlands. Dat lijkt me onmogelijk. Nou, daar heb je ook een punt. Goed. Daar heb je ook gelijk aan. Nou, nu hou ik je maar uit je concentratie. Pak die camera, doe die vraag. Overleg misschien eerst Brian en Mario uit wat Skoula is. Nee, ik ga eerst de vraag stellen. Okay. En daar komen we terug om Skoula uit te leggen. Want dan kan ik in alle rust ook vertellen wat het allemaal inhoudt. Vandaag weer een vraag, zoals iedere dag, dit EK van Skoula. En natuurlijk gerelateerd ook aan de wedstrijd die vandaag gespeeld is van Macedonië. Welke Macedonische speler speelde de meeste wedstrijden in Nederland? Als je het weet, stuur het op naar de socials en... Nou ja, vooral vergeet niet om op skoula.nl te kijken om nog veel meer vragen. En natuurlijk ook daardoor leermomenten op te pakken om je verder te ontwikkelen. Nou, nu mag ik Skoula heel goed gedaan vertellen. Dank je wel. Nu nog in Duits, zeg je? Nee. Skoula is dat met een rugtasje, hè? Dat is een of andere app toch voor die kinderen? Ja, Skoula. Mijn kind gebruikt het volgens mij. Echt? Ja, het is echt dik. Het is echt handig voor kinderen. Jammer dat je kind het al heeft. Volgens mij, ja. Nou, weet je wat zo mooi is? En dat is, dat heb ik nu al wel 20 keer gezegd. Nee, maar het is mijn kinderen hebben dat altijd ervaren, dat ze moeilijkheid hebben om, hoe moet ik leren? Mm-hmm. Kijk, ze willen wel leren, maar ja, dan zit je achter zo'n boek, denk je, ja, weer een boek lezen. En bij Skoula is het gewoon op een hele goede manier, word je steeds weer, zeg maar, op andere vraagstukken, andere leervakken eigenlijk voorbereid, krijgen op een goede manier toegediend, mm-hmm. zodat je makkelijker kan ontwikkelen daarin. Vandaar vind ik het een fantastisch initiatief en dat moet ook naar Duitsland. Heel goed. Top. Ja, trek die portemonnee maar vast, hoor. Voor Simon Tjommer als uithangbord. Over kleine kinderen gesproken. Gisteren spraken we natuurlijk Lars van Eijden. Die is inmiddels... Ik weet niet hoe oud geworden. Hoe oud is die? Geen idee. Oh, hij is inmiddels ook in de studio. Ja, kijk. Ja, zo klein ben je ook niet. Op camera zie je er altijd wat kleiner uit. In het echt ben je best groot. Welkom. 1,82. 1,82. Schoon aan de haak. Ik kijk tegen je op. Wat zeg je? Ik kijk tegen je op. Ja, ja, voor jou zeker, ja. Nee, jij bent lang. Hoe was je verjaardag? Ja, goed. Ja? Goed, heel goed. Want jullie begonnen gisteren natuurlijk over Goran Pandev. Ja. Hè? Voor de mensen die het niet gemist hebben, de opdracht was... Goran Pandev, bezig aan zijn laatste wedstrijd voor Noord-Macedonië... moest op die dag Lars feliciteren met zijn verjaardag. Ja. Denk jij dat ik mij aan de opdracht heb gehouden? Zeker niet. Nee. Ja, weet je wat het is? Gewoon op mijn verjaardag, wat wil je dan? Gewoon gezellig uit eten met het vrouwtje. Heb ik een vrouwtje? Tinder werkt niet mee? Nee. Nee. Tinder werkt niet mee. Ik heb geen vriendin. Heb jij een vriendin, Niel? Ik heb een vriendin. Ja? Nog wel. Zou je die met mij op date sturen? Nou, jou, ja, tuurlijk. Ja? Ja, ja dat tuurlijk. Zou jij doen? Ja, dat zie ik niet als gevaar. Dat lijkt jou een strak plan. Ik zie jou niet als gevaar. Ik zie jou, nee. Jij maar zou, ik weet wel heel veel over jou. Jij zou gewoon een BFF zijn.
Dus ja, dan zou ik zeggen... Ja, ja. Ja, maar dan kan ik wel dingen over jou vertellen die je liever niet naar wil. Ik denk dat het wel meevalt. Nee? Nee. Nou ja, wil je de camera pakken? Ja. Laten we gewoon gaan kijken. Yes, Niel, een videoboodschap van Goran Pandev op mijn verjaardag. Wat denk je überhaupt dat ik ga werken? Ik heb daar toch helemaal geen zin in. Ik heb zin in alcohol, ik heb zin om te genieten, ik heb zin in mooie dames. En laat ik dat nou net geregeld hebben. De twee mooiste van heel Nederland. En jullie kennen ze en we gaan samen een cocktailtje maken. Het zijn namelijk jullie gloedeigen vriendinnen van Bruce en Niel, Mies. Hallo. Carmen. Hallo. Superleuk dat jullie even met mij een hapje wilden eten. En nu gaan we een cocktailtje maken. Ja, lekker. Zin in. Ga jij hem voor ons maken? Ik denk wel dat ik dat goed kan. Vinden jullie het leuk nu ik even met jullie een hapje ga eten, even wat ga drinken, omdat de mannetjes geen tijd hebben? Ja, heel leuk. Ik moet zeggen, dan denkt tenminste iemand aan. Ja, ja. Precies. Morgen weer? Helemaal goed. Ik ben daar. Prima formaatje. Nou, we gaan achter de bar. Let's go! De concentratie spat er vanaf. Wat ben je aan het doen? Kan je mij dat even vertellen? Eerst even een lekker bakje koffie. Nou, Carmen, jij bent nog niet echt een goede support. Ik wacht er wel wat van, hè? Kijk, dan deze nog. Zo, lekker sterk voor de ladies. Heerlijk. He? Nou, shake it, baby. Het is best wel koud. Oké, okay, Lars mag het even afmaken. Over naar jou. Hé, hey, heb je wel opgelet door wat ik net deed? Ja, joh. Nee, hij heeft niet opgelet. Ik wil vandaag. Oké, dit is even een sneak peek van Lekker met de Meiden. We hebben onze espresso martini. Mm-hmm. Hij heeft de man liefde voor ons gemaakt. Precies. De man is aan het afrekenen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dit is precies wat wij hebben verdiend, Mies. Wij hebben dit verdiend. Wij hebben dit verdiend. Niel, een betere verjaardag kon ik niet hebben. Je kijkt maar even met je videoboodschap van Goran Pandev. En of je me wat geeft, moet je ook zelf weten. Want de twee mooiste cadeautjes zitten hier naast me. Dus cheers. Cheers. En terug naar de studio. Heel goed gespeeld, hoor. Heel goed gespeeld. Maar wat ik al zei, geen gevaar, toch? Je zag ze drie meiden naast elkaar. Nou, ik moet wel zeggen, ik geloofde voorheen nooit zo dat vrouwen alleen op innerlijk vielen. Maar als jij een van die twee aan de haak hebt geslagen, dan vallen vrouwen daadwerkelijk wel eens op het innerlijk van de man. En die andere is van Bruce, hè? Nou, dan is het... Oppassen, de moeder van dan Bruce is het echt hier, zo. Oppassen, de moeder van Bruce zit in het publiek, ja. Ja, dit is wel heel erg... Dit is echt heel zuur. Want jij denkt mij nu te hebben... Nou, maar ik had dus een verjaardagscadeau voor jou. Maar je denkt toch niet dat je die nu gaat krijgen? Nee? Nee. Maar het dingetje is, gewoon kijk, weet je, ik maak elke dag een video-item voor deze show. Maar ik maak ook elke dag een podcast. En het video-item heeft niet heel veel diepgang. Maar de podcast heeft dat een stuk meer. Dus morgen vroeg raad ik je aan om even nou vanuit de bus te gaan. Ja, zeker. Ik denk dat die podcast gaat nooit online. Dus mensen, mocht je nou kijken, morgenochtend podcastje met de vriendinnen van Niel en Bruce, waarin vooral die van Niel uitlegt wat de Champions League is. Goed. Zal ik over mijn hart strijken over het verjaardagscadeau? Ik had dus tegen Larsie gezegd, als hij het weet te fixen dat Goran Pandev hem weet te feliciteren met zijn verjaardag, dan overtref ik al zijn cadeaus die hij ooit heeft gehad van zijn vader. Ik vind dit moeilijker dan Goran Pandev. Ik vind dat gewoon dat laatste het absoluut verdiend heeft. Ook de manier hoe hij dat presenteert hier. En hoe hij jou dat heeft. Dat is fantastisch. Easy Toys? Nee, ja, dat hij. Nee, niet zo makkelijk. Ja, ik ben blij dat ik inmiddels heb geleerd dat ik heel even nadenk voordat ik wat zeg. Want anders had ik wat raars geantwoord. Maar nee, geen idee van mijn vader. Wat is het vetste wat je van je vader hebt gehad ooit? Ferme handdruk. Oh ja, nee, ja, dan overtref ik dat wel. Dan krijg je er eentje van Mario Bilate voor je verjaardag. Nee, zondag speelt Nederland natuurlijk in Boedapest. En je gaat er naartoe. Echt? Ja. Gewoon daarheen? Ja, het is nu heel lullig als ik nu zeg, nee, grapje. Maar nee, het is echt waar. Met de vakgaragebus. Met de vakgaragebus naar Boedapest. Ja. Wanneer moet je dan vertrekken? Nu.
Nee. Hoeveel uur is dat rijden? Het is 13 uur rijden, maar met die Van Dutch bus heb ik gehoord dat het ook in 10 uur kan. Wat vet. Ja. En ik mag naar binnen in het stadion. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe ik de kaarten... Nee. Het zijn hele goede kaarten via de officiële partner van UEFA geregeld. Dus je hebt goede kaart. Je gaat daar ook naar binnen. Dat is inderdaad echt het allermooiste... Eén na mooiste cadeau wat ik ooit heb gekregen. Je wilt ze nu teruggeven? Nee. Oh, maar, nee, maar soms krijg je ook een gebaar. Ik heb ooit een keer van mijn ex-vriendinnetje heb ik 2 schilderijen gekregen. Van Johan Cruijff en ook Carmen. Ja. Van Johan Cruijff en Nouri, die hangen in mijn gang. Dat blijven denk ik voor altijd de mooiste cadeaus. Omdat het geen geld heeft gekost, maar vanuit het hart is gemaakt. Ja. Maar dit, ik vind dit oprecht super mooi. Ja. Super veel zin in. En ja, video's maken, podcast maken. Je nieuwe beste vriend gaat mee. Wie is mijn nieuwe beste vriend? Wie denk je? Ja, ik heb nu vooral heel veel namen. Ik heb nu vooral heel veel namen in mijn hoofd waarvan ik hoop dat het diegene niet zijn. Gaan Mies en Carmen mee? Nee. Ik kan ze nog terugtrekken, hè, vriend. Hey. Okay. Ja. Nee, de man van de krantjes gaat met je mee. Joost? Ja. Wij dachten, hoe kan je nou de mooiste trip naar Hongarije krijgen? Wie moet je dan naast jou zetten? En toen dachten we, nou, zetten we Joost naast jou. Joost, geweldig. Wanneer vertrekken we? Wanneer gaan we? Ja. Ik heb er echt super veel zin in. Ja. Ik hoop dat we Frankrijk loten. Nu hoop ik ook gewoon de mooiste loting van het EK. Ja, en we zaten toen te denken, oké, moeten we hem dan helemaal doortrekken naar Baku? Maar ik denk dat busje niet redt. Maar de halve finale is natuurlijk dichterbij. Dus misschien als je je gedraagt en die podcast niet uploadt, dan ligt de weg voor jou ook open naar de halve finale. Carmen, bij deze, de podcast komt morgen niet online. Zo makkelijk is het ook, hè? Precies. Hey, super bedankt. Superleuk. Ach, verschrikkelijk. Goed. Ja, en morgen moet je nog helemaal weg bij het zien van die twee. het verbaast me... Het verbaast me nou ook niet. Lars, die morgen weer aan de bak, hè? Gaan we gewoon weer. Goed. En alvast met die wedstrijd bezighouden in de Boedapest. Wat ga je morgen eigenlijk doen? Geen idee. Heel goed. Ja, dat is elke dag. Ja. Ik zat wel te denken van, kijk hier bij de EK Daily. Mensen zien natuurlijk hoe het er allemaal op beeld uitziet. Vanmorgen kan ik misschien een video hebben waarvan we ook een beetje laten zien hoe het aan de achterkant eraan toe gaat. Oké. Okay. Lijkt jou niks? Jij? Background informatie. Ja, als het zonder geluid mag uitgezonden mag worden, prima. Prima. De meetings niet filmen. Alles ja, Niels. De meetings niet filmen. Goed, dat is zo'n andere keer. We moeten ook afronden. De wedstrijden beginnen al bijna. Dat zeg ik over 8 minuten. Maar wij gaan alvast afronden. Het is ijskoud. Excuses nogmaals, Brian, aan jou. Als je morgen ziek bent, kom ik bij jou. Dus tof dat je er was. Dankjewel. Simon? Dankjewel. Dankjewel. Mario, ja, haal die echt grijns van je gezicht, jongen. Dit is het allervervelendste. Als er één voetballer die naast mij had moeten zitten... Ik ben daadwerkelijk onder de indruk, man. Wat zeg je? Ik ben echt onder de indruk. Van wat? Ja, dat je het goed hebt gedaan. Deze show? Nee, je vriendin. Oh. Goed. Dit was EK Daily dag, weet ik veel. Maakt eigenlijk allemaal niet uit. Morgen om 8 uur zijn we er gewoon weer. Graag, tot dan.